Je kan enorm veel geld besparen als je voor je gsm het juiste abonnement vindt. Christophe, onze telecom-expert, heeft dat allemaal uitgerekend. En het gaat toch over veel geld, tot zelfs bijna 200 of meer dan 200 euro per jaar. Christophe, hoe komt dat? Wat is het goedkoopste? Je moet eigenlijk vooral weten hoeveel je maandelijks gaat verbruiken. Gemiddeld lag dat vorig jaar bijvoorbeeld in België op 5 gigabyte per maand. Voor sommigen lijkt dat veel, voor sommigen lijkt dat heel weinig als je veel video's gaat bekijken bijvoorbeeld online. En hoe kom je dat te weten? Bijvoorbeeld op je factuur, maar bijvoorbeeld een Proximus, Telent, Orange, die hebben ook allemaal een eigen app waar je dat gebruik makkelijk kan opvolgen. Ga je maandelijks heel ver boven dat verbruik, dan ga je extra betalen en dan loopt je factuur snel op. Dan zit je daar maandelijks heel veel onder, dan betaal je eigenlijk te veel omdat je een te duur abonnement hebt. Dus op eender welk van beide manieren kan je eigenlijk besparen door te gaan kiezen voor een gsm-abonnement met het juiste surfvolume. Mm-hmm. En dan heb je grote spelers als Telenet. Zijn dat dan de goedkoopste ook? Nee, Telenet en Proximus zijn zeker niet de goedkoopste voor mobile-only, omdat zij vooral inzetten op de bundels, dus waar de andere diensten bij zitten, zoals internet, digitale televisie. Het zijn eerder eigenlijk de kleinere spelers, de uitdagers op de mobiele markt, en Hey Telecom en Mobile Vikings, waar je eigenlijk de grootste besparing mee kan doen. Mm-hmm. Ja, Telenet heeft ook sinds nog niet zo heel erg lang zijn Telenet One abonnement. Dat is eigenlijk een bundel. Je kan daar dan je vast internet ook bij nemen. Is dat iets interessant? Dat is eigenlijk zeer interessant voor de zeer intensieve mobiele gebruikers, want je kan onbeperkt surfen, quasi onbeperkt tot 300 gigabyte mobiel per maand. En dat is echt enorm veel. Als je gaat vergelijken met andere gsm-abonnementen waar dat het toch een 15 euro voor 10 gigabyte per maand, daar kom je al heel ver mee. Maar bij die One, als je weinig gaat verbruiken, dan ga je eigenlijk sowieso te veel betalen. En zijn er dan goedkopere alternatieven met zo'n vast internet erbij? Opnieuw komen we dan een beetje bij dezelfde namen uit. De Mobile Vikings heeft sinds kort ook een vast internetabonnement, wat je kan combineren met een mobiel abonnement en een bepaalde korting voor kan krijgen. Een EDP-net circuleert ook een beetje in die situatie. En ook, zij halen ook jaarlijks eigenlijk bij onze tevredenheidsenquête altijd heel hoge scores voor hun internetervaring. Dus. Ontdek hoe jij ook kan besparen op je gsm-abonnement via deze link.